Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. Martin Stroetinga, u bent mede-organisator van deze beurs, maar u zit ook in het bestuur. Sinds wanneer? Ik zit nu 5 jaar in het bestuur, dus ongeveer sinds 2013. En ik ben in het bestuur gekomen eigenlijk omdat een oud bestuurder, een van de mensen die deze beurs toch georganiseerd heeft en opgezet heeft, die stapte uit het bestuur. En toen heb ik zijn plaats opgevuld. En sindsdien ben ik eigenlijk mede verantwoordelijk dat deze beurs goed loopt. Het bevalt u goed zo te horen. Is dat nou veel werk, zo'n beurs organiseren? Qua ruimte, qua plaats waar je naartoe wil? Jazeker, het is veel werk natuurlijk. Maar dat komt ook omdat het allemaal door vrijwilligers georganiseerd wordt. Dus alles wat wij hier doen, dat is allemaal in de avonduurtjes georganiseerd. En wij zijn er altijd vanaf oktober al mee bezig om dit allemaal in goede banen te leiden. De hoeveelste jaargang is dit nu? Nou, dit is de 38ste keer dat de voorjaarsstoomdag georganiseerd wordt. Maar dat is niet de 38ste keer dat die ook hier in Loon op Zand georganiseerd wordt. Ik moet je even verschuldigd blijven wat precies de hoeveelheid is. Maar ik geloof dat dit de 10e of 11e keer is dat we het hier in Loon op Zand organiseren. Meneer Willem Klein, vorig jaar eindigde u met het idee om deze machine af te bouwen. U was al een eind gevorderd, maar nu is die echt draaiend. Wat is het precies? Ja, dat is een kopdraaibank. Daar had ik de vorige keer al over gehad, want dat hadden we nog niet in het assortiment. Een kopdraaibank 1 op 10. Deze machine, daar zijn natuurlijk geen tekeningen van. Ik moest er wel naar zoeken. Op internet kwam ik een machinehandel tegen, die had er een in Nijkerk. En toen hebben we een afspraak gemaakt en daar heb ik hem gefotografeerd en op tekening gebracht. Nou, en toen zijn we gaan bouwen. Wat is nu eigenlijk precies een kopdraaibank? Nou, dat is, wil zeggen een draaibank die vrij kort is, maar een hele grote klauwplaat heeft. En voor platte dingen. Grote diameter en vrij plat. Dus flenzen en dergelijke. En dat kun je ook wel zien, want dit is dus een hele grote spanplaat. Een hele grote kop. Maar de hele machine is vrij kort. Het is een heel compacte machine. Een conventionele draaibank gaat meer over de draailengte. Ja, dat is meer gebaseerd op lengte draaien. En dit is alleen eigenlijk gebaseerd op diameter draaien. En wat gaat nu uw volgende object worden? Want dat is natuurlijk aansluitend de vraag. Ja, nou, kijk. Niemand kijkt er, hè? Dit gaat het volgende object worden. Een elektrische auto. Een van de eerste elektrische auto's die er gebouwd zijn. Baker. Hij is Amerikaans. En die wordt wat groter als de machines. De machines zijn 1 op 10. De auto wordt 1 op 7. Nou, als we het nog mogen beleven, volgend jaar klaar? Ik denk het wel. Ja, we gaan wat proberen.
Ja, ik ben Frans Reiners en ik ben lid van Stoomgroep Limburg, gevestigd in Heerlen en met een baan in Brunsum. En mijn hobby is heel gepassioneerd het bouwen van antieke stoomtoestellen. En wat we hier zien is het alleroudste en het allereerste voertuig wat niet door paarden, maar door stoomkracht werd voortbewogen. Wij zeggen dan 1769 en de man was van Frankrijk en hij noemde Cugnot. Het voertuig van Cugnot. En daar ben ik in poging aan doen om dat ding na te bouwen. Volgend jaar loopt dat niet. Dit is de allereerste trein op het vasteland. Hij heet Le Belge, 1835. In Nederland noemde hij de Arend en in Duitsland was het de Adler. Hij was van Stevenson en John Cockerill was in België zo vrij om de plannen van Stevenson te krijgen en te bouwen. Dit is de eerste trein die op het vasteland geproduceerd is en ook gereden heeft. In Nederland was dat in 1838 en die is het te zien in Utrecht in het museum. In Nuremberg was het in Duitsland te doen. Hij loopt op gas, niet op kolen, want de ketel is te klein, maar ieder onderdeel is exact nagebouwd zoals dat in werkelijkheid was. En hoe kleiner, hoe fijner. En stoom is mooi, maar de opvolger van stoom is benzine. Dus we hebben ons gewaagd aan het bouwen van een viertaktmotor. En de viertaktmotor heeft één cilinder met een diameter van 2 centimeter. En loopt op wasbenzine, maar hij loopt. Hij loopt heel mooi en hij drijft een generator aan wat de lampjes doet branden. Dat is dit jaar gebouwd en het is heel goed meegevallen, want het ding loopt. Maar je mag de grote steden niet meer binnen vanwege de vervuiling. Dat is niet zo goed. Wat we hier hebben is de voorloper van de stoomtractor, werd door een paard voorbewogen en ging van boer tot boer voor de zagerijen, voor de dorskassen aan te drijven. Men stookte daar kolen in, men stookte daar hout in, strooi, hooi, alles wat brandde werd bij de boer opgestookt en dat werd omgezet in stoom en de stoommachine dreef een krukas aan en de krukas dreef een andere machine aan. In dit geval is dat een boomzaag. Een boomzaag afkomstig uit Tegelen. Uit Tegelen, ijzerfabriek Tegelen, 1880. En een vriend van mij heeft die in het echt. En ik heb hem gewoon opgemeten en 20 keer kleiner gemaakt. En het ding zaagt gelijk mijn vrouw. Het is geweldig. Ah, ik heb juist een plank klaar, zie je. Hij is juist klaar. Nu moet ik hem natuurlijk stoppen. Ik moet hem stoppen met zagen. En terug laten lopen. Kijk, nu loopt hij terug. En moet ik de zaag laten zakken. En dan gaan we aan de volgende plank beginnen. Het hele systeem is gemaakt gelijk de echte. Dit, met die drie hendels en deze, met dit wiel, kan men het hele systeem bedienen. En ik moet zeggen, het loopt mooi. Je kunt plankjes zagen. 1 mm flinterdun. Ideaal voor parket. Dan moet je wel 10 jaar wachten eer dat ik zover ben. Met al dat stoomgeweld vandaag bent u een uitzondering, want u bent elektrisch bezig. Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om deze hobby te doen? Ja, het is gewoon een hobby van mij. Het is gewoon heel leuk om te doen. En je moet een beetje kermisgek zijn om dit te kunnen verwezenlijken. Ja.
Het reuzenrad, hoe lang doet u daar nou over en wat maakt u zelf? En ja, eerlijk is eerlijk, u koopt misschien ook wel eens wat, want die ledjes kun je niet maken, hè? Nee, dat klopt. De materiaal, zeg maar, de motors en de ledjes, die moet je dan kopen, maar de rest maak ik allemaal zelf. Gewoon het draaien, de tandwielen frezen, solderen, lassen, alles eigenlijk. En deze mooie, die linkse, hoe lang zit je daar nou op in feite, van het begin tot het einde? Ja, ik heb er 3 jaar over gedaan. Niet intensief, maar toch wel regelmatig, toch wel elke week toch wel eens 1 uur of 20. Ja, zeker. Ja, en je moet heel veel geduld hebben. Ja. Wat wordt het volgende object? Heb je dat al in gedachten? Ja, er wordt weer iets leuks. En er wordt een Century 2000. Maar ja, dat is voor de kenner, die zal al weten. En voor mij is het gewoon een leuke attractie om bij het geheel te hebben. Volgend jaar klaar? Bij de volgende beurs? Nee, ik denk pas, ja, misschien wel, maar over 2 jaar zeker. Het is een Foden, model 1928. En ik wilde eigenlijk eerst een echte kopen. Nou, die weegt wel een paar ton. Deze trouwens ook 1,5 ton. En de ketel, de stoomketel, die kost een nieuwe stoomketel tussen de 60 en de 80.000 pond, zeg maar een ton. Ik dacht, ja, dat gaan we dus niet doen. Nou, er is een bedrijfje in Engeland en die maakt dus ruwe onderdelen als een soort bouwpakket. Dat moet je dan zelf nog bewerken, draaien, frezen, spuiten. En na een 1,5 jaar was dit het resultaat. En hij gaat zelfs 17 kilometer per uur onder volle stoom. U had het er net ook al in het voorgesprek over de sfeer hier. Die is zo geweldig, dat moeten wij wel beamen. Ja, dat klopt. Meestal als je bij beurzen en evenementen komt, dan is het een mix tussen een stukje commercie en hobby. Maar dit zijn eigenlijk voor 99% hobbymensen. En de sfeer is hier lekker ontspannen en daar gaat het uiteindelijk om. Het is hier gewoon puur genieten en je wordt hier helemaal meegesleurd in een stroomversnelling van enthousiasme. En daar gaat het om.
En wat gaat de toekomst brengen? Is dat al in het bestuur een beetje besproken? De toekomst is dat wij zeker te weten doorgaan met deze beurs. Zoals je ziet, iedereen heeft het naar zijn zin. Het is een hele leuke beurs. Mensen komen weer buiten, laten zien wat de nieuwe bouwwerken zijn. En ja, dat is toch wel iets wat uniek is in deze branche. En wat wij dus zeker willen voortzetten de komende jaren.